Ja, dat is een leuke naam, maar dat is ja. Het was een match gelijk een andere, buiten het feit dat het een derby is. Voor ons, we hebben nog 11 wedstrijden te gaan en we gaan wedstrijd per wedstrijd spelen. Dus ploeg van stad, dat is mooi voor supporters, bestuur. Maar wij als spelers liggen daar niet zozeer van wakker. Voor ons wisten we derby, moeilijke wedstrijd en we hebben die mooi gewonnen. Dus belangrijke 3 punten toch. Je kunt dat misschien wel zeggen, ja inderdaad. Wij moesten van de coach 3 punten hier thuis houden, dat hebben wij gedaan. De coach heeft heel veel werk in ons gestoken. Wij hebben dat natuurlijk ook aangetoond door deze wedstrijd te winnen. 3 punten bij ons te houden en meer moest dat niet zijn. Ja, inderdaad. We zijn een nieuwkomer in het tweede nationale eigenlijk. En ik denk dat we vandaag een derby, het was een moeilijke wedstrijd. Maar ik denk dat we toch vandaag een betere ploeg waren. En meer kansen gecreëerd hebben. En we wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou zijn. Maar uiteindelijk hebben we de 3 punten genomen. Absoluut, inderdaad. Wij willen voedsel in Oost-Vlaanderen op kaart zetten. En daar zijn we volop mee bezig. Ik denk dat we al nu een klein beetje goede signaal hebben gegeven voor het eigen publiek. Met een volle stadion. Dus we hopen nu dat we nog beter en beter ons werk zullen doen. En hopelijk dat we er zullen geraken als eindresultaat eerste nationale promotie af te dingen. Is dat een ambitie van dit seizoen al of komt dat nu net iets te vroeg? Nee, het is absoluut dit jaar. Wij willen absoluut alles aan alles doen om dit jaar al te promoveren. Hopelijk dat we dat ook zullen doen. We doen er alles aan, maar zoals het zeggende, de bal is rond, alles kan gebeuren. We blijven nog met beide voeten op de grond en we gaan zien wat ons te wachten staat. Nu werken we in tweede nationaal, spelen we in tweede nationaal, dus ik ben een ambitieus iemand en die ambities zijn zeker niet veranderd omdat ik in tweede nationaal zit. Dus ik ben in dit project gestapt om Gent en het voedsel Oost-Vlaanderen mee op de kaart te zetten. Dus dat er een provincie bij komt en we staan er mooi voor. Het is zeker nog niet gedaan, maar we gaan er alles aan doen om Gent en Oost-Vlaanderen volgend jaar, wie weet, in eerste nationaal te zien. Ja, ondanks dat we verloren hebben, denk ik wel dat we vandaag getoond hebben dat we met beperkte middelen voedsel in Gent zeker op kaart hebben gesteld, samen met voedselteam Gent. Zij hebben een trainer van eerste nationale, spelers die ze overal binnengehaald hebben. Dat zie je ook in het spel. Die mannen spelen puur systeemvoetbal, puur het boekje van Frank Luipaert. En vanaf dat ze alles voor ons boekje spelen, zie je ook dat ze het verschil kunnen maken eigenlijk. Wij zijn een ploeg die in vorming is eigenlijk. Wij trainen niet. En we proberen eigenlijk de jeugdspelers klaar te stomen naar de eerste ploeg. En ik denk dat we niet slecht doen. En ik mag zeker niet... we zijn verloren. Er is wel een teleurstelling. Maar als je kijkt tegen wie dat je verliest, dan moet je ook realistisch zijn en die man kunnen feliciteren.